Hey, ik ben Wouter Vermeijren en mijn urban craft is stand-up comedy. Goedenavond, Reti! Yeah! 1, 2, 3! Als ik dan over urban craft spreek, mijn urban craft is dan stand-up comedy. In opdracht van Palm doen we de bar takeovers. Dus we komen een jeugdhuis binnen, doen een stand-up comedy act waarbij we wat palmpjes uitdelen en zo. En dat is het optreden van de avond. De moeilijkheid daarin is dat je telkens een ander publiek hebt. Je komt op een andere locatie, een andere ruimtelijke indeling, andere interesses. En dat vraagt toch telkens weer een aanpassing, omdat je... Oké, je volgt een rode draad voor de stand-up comedy act. Die heb je wel min of meer in je hoofd, maar het is telkens anders. Mensen reageren anders en daar moet je dus heel ad rem kunnen op inspelen. Dat is moeilijk, maar wel plezant. Ja, dat is trouwens voor de internationale televisie, CNN en BBC en alles. Dus we zijn nu met nieuwsduiding bezig eigenlijk. Het drinkgedrag bij jeugd omtrent palm. Vooral als die gratis is. Want dat kan nog wel eens schillen. Qua consumptie kan dat schillen. Als dat gratis is, dan gaat dat vlotter. Enfin, dus bonjour camera. Vriend, kom maar even. Wat? Sorry? Nee, ik heb gezegd dat we dat nu niet gingen over. We doen dat straks. Oké. Sorry, wacht. Moment. Nee, maar hoe moet je weglopen? Een momentje. Na 2-3 minuten heb je meestal wel een idee van welk soort groep het is. Of je ze makkelijk gaat meekrijgen of niet. Ik probeer wel altijd de punten te vinden waarmee ik ze meekrijg. Dus, maar tot nu toe durf ik wel zeggen dat we eigenlijk altijd vrij leuke optredens hadden. Soms is het enthousiasme iets minder, maar we zijn nog nooit uitgejouwd of zo. Dus. Hoe heet jij? Ja, jij. Nee, ik bedoel die drie gigantisch naakte vrouwen achter jou. Nee, hoe heet jij? Openstaan voor alles. Proberen de controle houden, want je kan ook makkelijk een publiek laten de overhand nemen. Dus het is zoeken naar een balans tussen hoe heb ik het publiek op mijn hand en hoe geef ik hen ook dingen terug. En mag je anders blijven, hè? Ja. Oké, dankjewel. Ik ga mijn vieze meneer. Hey, je bent nog niet bezig, zeker? Zo biedt is die zwaffelen op de toog, hè? Ja. Strijd is misschien wat overdreven, maar het is een boeiend gegeven om telkens opnieuw te ontdekken waar ligt het kernpunt. Doe ik er iets op, kom. Voilà, kijk, voilà, hier. Allee, ken je ook zo van die trucjes? Voilà. Misschien ik er even onder je rok laten kijken of zo. And say cheese, yeah. Dat vind ik erover. Nee, dat vind ik er echt... Nee, sorry.